hetzelfde als de vorige keer, right? Het is gewoon op internet. Kijken overigens de. Hele goedemiddag, welkom bij RTLZ Beurs Insight. We zijn vandaag live vanaf de beleggersdag van ProBeleggen in Bussum. We praten vandaag onder andere, althans hebben we gedaan met Arcadis. We wilden praten over duurzaamheid, maar het ging eigenlijk meer over de financiële potentiële risico's die Arcadis loopt. Met name in Zuid-Amerika, een gesprek kan anders lopen dan het is. We kijken straks in ieder geval naar actief versus passief beleggen. Hoe moet je nou in de markt als je als particulier, kun je tracker kopen, lekker achteroverleunen en wachten tot de boel omhoog gaat? Of kun je beter? Is dat lucratiever? Actief in die markt stappen en bepaalde aandelen uitzoeken en daarmee aan de slag gaan. We praten nu over biotech. Dat deden we vorige week ook. Dat deden we met Onno van der Stolpen, de baas van Galapagos. Nu is aangeschoven Simon de Vries, de baas van Pharming. Het enige Nederlandse biotechbedrijf met een werkend medicijn op de markt. Ja. Gefeliciteerd daarmee. En we kijken natuurlijk ook naar. Sorry joh, we zitten in een rare piepermoor. En we hebben Albert Jellema ook hier van ProBeleggen aan tafel. Laat ik daar maar even mee verder gaan. Albert, we praten zo even over jouw waardering voor het aandeel. Ik wil even met Simon de Vries beginnen. U melkt konijnen en u verdient daar geld mee. Ja, dat is een aardige omschrijving. Ja. Dat zijn natuurlijk wel hele bijzondere konijnen. Hè? Ja. Die konijnen hebben een stukje menselijk DNA ingecodeerd gekregen. Ja. Wat ze in de melk tot expressie brengen via een truc met een. Met een lactogeen startcodon. Dat wil zeggen dat stukje DNA, dat zit in elke konijnencel, maar dat wordt alleen maar afgelezen in waar melk is, dus in de melkklier. Zodoende wordt die melk als het ware, komt daarbij een eiwit wat we willen hebben, dat is medicijn. Juist. En dat kun je dan opzuiveren. Dit is een alternatief voor een zogenaamde CHO-cel reactor, waar dus inderdaad celletjes die genetisch gemodificeerd zijn, eiwitten produceren. Dit is een meer efficiënte manier. En deze manier kun je ook meer gecompliceerde eiwitten kun je produceren. Dat wil zeggen, de eiwitstructuur is de kern, maar daaromheen zitten suikergroepen gelokaliseerd die precies driedimensionaal op de juiste plaats moeten zijn. En dat, bij sommige hele gecompliceerde eiwitten, is zo'n konijn dan veel beter. Ik ben biochemisch nu helemaal bijgepraat. Albert, als we kijken naar de financiële kant van het bedrijf, ben je fan? Nou, het is uniek dat het bedrijf winst maakt. Er zijn weinig biotechbedrijven die winst maken. Pharming heeft ook een hele mooie netto kaspositie op de balans staan, waarin ze veel nieuwe programma's ook kunnen financieren. Ja. Dus vanuit de stabiliteit, Pharming stond te boeken als zeg maar de ECB van de aandelenmarkt door alleen maar aandelen te printen. Die tijd lijkt nu voorbij. Er worden zelfs aandelen teruggekocht, hebben we het net over gehad. En er komen spannende tijden aan voor Pharming, want 21 september komt er een uitslag van de FDA als Ruconest. Als het ook als preventief medicijn gebruikt kan worden. Dus ja, spannende tijden denk ik ook voor de aandeelhouders in Pharming. Juist. Kopen of shorten? Nou ja, voor mij, ik heb geen positie. Ik vind het heel moeilijk om zeg maar marktpotentie en marktaandeel te gaan inschatten en daar waardering op los te laten. Dus biotechbedrijven qua individuele belegging is dat voor mij te risicovol. Okay. Simon de Vries, vorige week spraken we met Onno van der Stolpen. Die zei dat zijn bedrijf nu nog 4,4 miljard over een aantal jaren wel 50 miljard waard kan zijn.
Farming is 833 op dit moment qua marktkapitalisatie. Gaat het ook 10 keer over de kop? Denk het wel, want wij zijn bezig met farming om nieuwe indicaties voor Ruconest te gaan onderzoeken. We hebben op 21 juni aanstaande hebben we een Capital Markets Day in New York. Ja. We hebben een persbericht over rondgestuurd. Onder andere gaan we daar praten over pre-eclampsie. Dat is een nieuwe indicatie die we gaan onderzoeken. Een veel grotere indicatie. We kunnen ook nog wat andere indicaties kunnen gaan onderzoeken. En dat is de grote truc als je een geneesmiddel eenmaal op de markt hebt. Om te proberen om daar meer indicaties te gaan vinden. Ja. En als je dan denkt dat HAE een hele zeldzame ziekte is die in heel weinig gevallen voorkomt. Maar deze ziektes waar we nu over praten veel groter zijn. Dan kun je ook bedenken dat alleen al Ruconest, als we die franchise inderdaad kunnen uitbreiden. Dat dat vele malen groter zou kunnen worden. Fase 1 of fase 2? We zijn in fase 2. Dus dat duurt nog 5-10 jaar voordat we daar... Nee, zo lang duurt het niet. Want het voordeel is als je een goedgekeurd medicijn hebt. Dan kun je meteen naar fase 2 en daarna fase 3. Na fase 3 mag het op de markt. Dan ben je nog met de toelating bezig. Dat duurt ook nog een klein jaar meestal. En dan mag je de markt op. Dus dat is veel dichterbij. Ja. Met ziekte van pompen bijvoorbeeld zijn we ook al een tijdje onderweg. Daar gaan we volgend jaar ook de kliniek in. Dat is een ander medicijn wat we weer gaan maken. Dat is dus niet Ruconest, maar ziekte van pompen, alpha-glucosidase. Dat is weer een andere poot die we onder farming gaan zetten. Dus wij denken inderdaad dat er een enorme potentie in zit. Maar dit is inderdaad nog klinisch onderzoek noodzakelijk. Ja. Het goede nieuws is nu dat dit soort ziektes zoals we hebben, dat zijn... enzyme replacement therapies. Met andere woorden, het is niet een geneesmiddel wat we tegen een bepaald target moeten gaan ontwikkelen. Maar wij geven gewoon het missende eiwit. Maken we recombinant en dat geven we. Dus er zit geen targetrisico aan. Het werkt. Als je de multiplier van onder van de stolp op uw bedrijf loslaat, dan komen we dus uit op zo'n 9 à 10 miljard. Over welke termijn? Dat is niet onmogelijk dat dit soort dingen gebeuren, dit soort bedrijven. Als je inderdaad zeg maar, resultaten hebt in klinische trials en zeg maar, de beleggers die zien daar wat in. Dan heb je al heel snel dat deze bedrijven enorm snel omhoog kunnen gaan in waarde. Want de grote farma-industrie is altijd op zoek naar dit soort medicatie. Die inderdaad niet alleen maar in een zeldzame ziekte, maar ook nog eens een keer in andere ziektes kan worden toegepast. Hoe kan het dan dat juist de grote institutionele beleggers uw bedrijf een beetje links laten liggen? Er is net één ingestapt, Fidelity. Twee, oké. Okay. Power Capital. Juist. Het begint te komen. Maar een Nederlands pensioenfonds heb ik nog niet gezien. Nee, maar wij zijn natuurlijk, zoals al aangegeven, werd net al gerefereerd aan de ECB van de aandelenuitgifters. Wij zijn natuurlijk kampioen aandelenuitgiften geweest. Dan kan ik me voorstellen dat dat niet direct vertrouwenswekkend is. Ja. In andere woorden, we hebben natuurlijk een historie achter ons, die we inderdaad achter ons aan het laten zijn. En dat is natuurlijk, dat gaat niet overnight. Dat het vertrouwen echt moet worden teruggewonnen, want het is natuurlijk, ja... Hè. Nou, misschien wel langs de rand van de afgrond en met het terugkopen van die rechten. Ja. Dat heel veel beleggers iets hebben van, ik wil dit eerst wel eens even afwachten. Hoe vaak ziet u nou zulke institutionele beleggers? Is dat heel vaak? Regelmatig. Op dit moment is er bijvoorbeeld de Jefferies Healthcare Conference. Dat is een grote Amerikaanse investmentbank. Die is op dit moment gaande in New York. Ik kom daar net vandaan zelf vanochtend. Mijn collega, de CFO, geeft daar vandaag ook een presentatie. Daar ontmoeten wij dagenlang heel veel investeerders. Dus er is terdege interesse in farming. En we hebben ook al een heleboel instituties die in farming zitten. Alleen zitten onder 3%. En die... welk deel van de geschiedenis wilt u liever achter u laten? Het printen van de aandelen was natuurlijk geen leuke bezigheid. Nee, dat wil ik wel graag hebben achter me gelaten. Ja, inderdaad. Dat waardeert uw aandeel nu op 1,38 zal het ongeveer zijn op dit moment. Ja. Wordt het niet tijd om wat aandelen samen te gaan voegen? Ja, dat, die vraag. Stock-split, zoals het mooi die vraag worden me vaker gesteld. Ja, aan de ene kant. Een beetje te veel op een penny stock. Ja, het is natuurlijk geen penny stock meer, want we zijn nu inderdaad in de index gekomen sinds we natuurlijk boven de euro uitgekomen zijn. Dus ja, er is niet een directe aanleiding voor. En we hebben dat natuurlijk al een keer noodgedwongen moeten een aantal jaren geleden. Staat niet bovenaan de agenda, maar als je op een gegeven moment dat in het kader van een of andere transactie misschien zou doen, dan kan ik me dat voorstellen. Maar ik denk niet dat het nou iets wat ik nou zit te springen om dat inderdaad samen te gaan voegen. Albert Jellema, zou dat logisch zijn? Ja, ik vind van wel. Heb ik vorige keer ook natuurlijk gevraagd. Ja. Ik vind dat als je een aandeel hebt van 1,30 euro, dan vraag je om hele wilde ontwikkelingen in je aandelenkoers. Dus ik weet dat waar ze vandaan komen, maar ik vind het logisch om zeg maar 1 voor 10 te doen en gewoon op 14 euro weer normale reacties te krijgen. Je zag het bij de eerste kwartaalcijfers, die leken in eerste instantie wat tegen te vallen qua omzetontwikkeling. Daarom daalde het dan in één keer 9-10%. En ik denk toch dat als je volwassener wil worden en ook door die institutionele beleggers, dat daar toch misschien wel zo'n reverse stock split ook kleine dingetjes zijn die zullen helpen om ze te overtuigen. Ja. Er zijn weinig analisten die uw bedrijf echt volgen. De mensen die het wat van de afstandje naar kijken, die zeggen, ja dat doen we niet. Want het bedrijf heeft zo'n slechte pijplijn. Er zit zo weinig aan te komen. Ja, dan moeten ze toch misschien wat beter kijken inmiddels. En ik denk ook trouwens dat er inmiddels wel
Een van de problemen met analisten is dat er inderdaad een enorme kaalslag is geweest in Europa. Dat betekent tot biotech-analisten. Die moeten prioriteiten stellen. En wij vallen dan van die prioriteitenlijst af, omdat we ook al geen geld ophalen. Er zijn te weinig analisten, vindt u? Te weinig analisten. Maar jullie zijn wel market cap 800 miljoen, dus dat zou nu toch een keer moeten komen. Nou, inmiddels heb ik ook van vele analisten vernomen dat ze heel graag ons willen gaan coveren. Maar dat gaat altijd even wat tijd overheen. Dan moet je wel een plaatsing doen. Nou ja, dat werkt zo niet officieel, maar het helpt wel, denk ik. Wat ik altijd geleerd heb van de biotech sector is, het is een beetje een casino, je moet er wel, maar het is afwachten. En als je geluk hebt, op het moment dat zo'n medicijn naar de markt gaat, dan gaan ze als een raket omhoog. Sky is the limit. Maar dat heb ik bij farming niet gezien. Nou, ik denk het wel. Farming was natuurlijk bij ver, het was de beste Europese biotech stock in 2017. We hebben een claimemissie gedaan op 20,9 cent. In december 2016, dat is anderhalf jaar geleden. En nu is in 2014 naar de markt gegaan, als ik niet vergis. Was gepartnerd en dat werkte niet goed. Die partners deden niet goed werk. Het oorspronkelijke partner werd overgenomen. Die partner werd weer overgenomen vervolgens. Dat kan je niet bedenken, zoiets. En toen hebben we uiteindelijk zelf die rechten teruggekocht van het bedrijf Valiant, wat inmiddels aan het in elkaar storten was. Daar heeft u weer geld voor moeten lenen om dat weer terug te kopen. Maar vervolgens hebben we dus die emissie gehaald, een kleine claimemissie. En die andere geweldige financiële instrumenten die we toen opgetuigd hebben. Ja. 20,9 cent was toen de prijs. Nu zit het op anderhalf jaar later op 1,38 euro. Dus ik denk dat dat op zich al een redelijke spurt is. Ik heb minder belegging. Dat is waar, Albert. Maar het feestgedruis destijds heb ik weinig van gehoord. Ja, het is echt een particulier aandeel. Zo is het nu eenmaal op dit moment. Hè. En dus je leest op fora. Zijn er wel mensen die het heel fanatiek volgen. Maar om echt vol tot wasdom te krijgen, zullen er serieuze analisten moeten zijn die het aandeel gaan volgen. Zal het zo moeten zijn dat er meer institutionele beleggers met 3% belangen bij komen? Zijn er anchor investors nodig? Life Science Partner, grote Amsterdamse biotech specialist. Als je zulke soort partijen uiteindelijk aan boord weten te trekken, dan denk ik ook dat gewoon de institutionele grote beleggers echt geïnteresseerd raken. En dan kun je inderdaad die mooie sprongen gaan maken in de toekomst ook, denk ik. Ben ik het niet helemaal mee eens. Als we naar de Nederlandse markt kijken, ja. Maar wij zijn ons natuurlijk ook heel erg aan focus op de Amerikaanse gespecialiseerde beleggers. En daar maken we wel, ter degen maken we daar wel inroads. Je ziet het al aan Fidelity, dat is helemaal geen slecht, dat is natuurlijk een uitstekend fonds te noemen eigenlijk. Volgens mij de grootste biotech investeerder in de wereld. Maar die hebben zoveel geld dat ze overal in beleggen eigenlijk, hè? Nou, dat denk ik ook niet. Zo zit het niet in elkaar, anders zouden ze al eerder van. Ze zijn niet zo kieskeurig, zou je denken. Maar vervolgens heb je dus inderdaad Polar Capital, ook een behoorlijk groot fonds en specialist in het bedrijf. Ja. Dus zijn nog meer de specialistische die wil je eigenlijk hebben. Die willen we in eerste instantie eigenlijk hebben. En die krijgen we ook wel aan boord. Dus dat is niet het punt. Dat er hier ter plaatse lokaal inderdaad een aantal fondsen zijn die nog niet ingestapt zijn. Of die misschien posities hebben die wij niet kennen, die lager zitten. Dat is ook nog zo natuurlijk. Maar je ziet alleen maar alles wat boven de 3% is. Ja. En we weten van een heleboel mensen die wel onder de 3% zitten. Om tot rust te komen voor de toekomst heb je gewoon die beleggers nodig. Biotech kopen is kopen, afwachten tot het medicijn naar de markt gaat of tot de tent wordt overgenomen. Zijn jullie te koop? Wij zijn niet te koop, nee. Dat hebben we vorige week ook al besproken natuurlijk. Wij willen heel graag het bedrijf verder ontwikkelen. We zijn nu inderdaad op het punt gekomen dat we winst maken. We zijn het enige Europese biotechbedrijf wat een product van eigen platform naar de markt heeft gekregen in Amerika en Europa. Het ook zelf verkoopt in Amerika en Europa en winstgevend is. Dat is geen enkel andere biotechbedrijf in Europa die dat heeft. En voor 833 miljoen plus een premie heb ik uw hele bedrijf. Ja, dat is inderdaad een mogelijkheid. Dus wat dat betreft zijn we inderdaad natuurlijk potentieel een prooi. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar wij doen er natuurlijk alles aan om te zorgen dat we vooruit blijven gaan. Mm. En we willen heel graag, daarom nu op dit moment, daarom ook praten over onze nieuwe pijplijn. En praten over onze nieuwe indicaties voor Ruconest die we gaan ontwikkelen. Yeah. Omdat we totaal niet gewaardeerd worden op de pijplijn. Omdat, zoals ik u aangaf, de perceptie is dat farming geen goede pijplijn heeft. Maar dat is dus niet waar. We zijn inmiddels... U vindt dat farming wordt ondergewaardeerd? Farming wordt ondergewaardeerd, absoluut. Absoluut. Er zit geen waarde in voor onze pijplijn. Het is puur op dit moment gebaseerd op het feit dat de omzet ongeveer op jaarbasis 120 miljoen euro bedraagt. En daar zit een multiplier aan. Maar en hoe kan dat dan? U maakte het eerste kwartaal van dit jaar winst. Niemand werd er enthousiast over. Nou ja, misschien binnen het bedrijf wel, dat mag ik graag geloven. Maar... Ja, op zich wel enthousiast over dat er winst werd gemaakt. Ja, want het is redelijk uniek voor een biotechbedrijf. Alleen ik denk, voor farming natuurlijk uiteindelijk, hè, we hebben het over overnames. Ja, hoe meer farming een bedreiging wordt voor de gevestigde orde,
Klopt. En dat kan op 21 september misschien wel het geval zijn als er goedkeuring komt voor de preventieve werking van het Druconos medicijn. Hoe groter de bedreiging is die Pharming gaat vormen voor grote markten, ja, des te groter is ook de kans dat er een keer iemand komt en zegt van het is heel klein, ik koop het wel. Want dat doen grote farmaceuten. Welk fantastisch nieuws gaat u dan vertellen op de 21ste? Nou, wij gaan vertellen over deze nieuwe indicatie. En fantastisch voor ons, in onze wereld betekent dat we inderdaad een nieuwe indicatie gaan ontwikkelen. Mogen commercialiseren. Dat, en die kunnen we zelf commercialiseren. Hè, want we hebben zelf een commercialisatieapparaat in Amerika en in Europa. Dat betekent dat alle marges naar ons toe komen. En niet dat de helft of meer naar de commercialisatiepartner moet. Dat is een heel belangrijk onderscheid om te beginnen al. Vanuit Pharming ook zo heel snel winstgevend kan worden als het zelf gaat commercialiseren. Het goede nieuws moet zijn dat het wordt goedgekeurd. Juist, het moet eerst goedgekeurd worden. Dus geneesmiddelontwikkeling zit wel een tijdje aan werk aan. Wat ik net al aangaf, wij doen protein replacement therapy. Dat betekent dus dat we weten dat het werkt. Je hoeft niet te denken dat het target wel of niet goed is. Nee, je geeft gewoon een proteïne, een eiwit, wat de patiënt in dit geval niet zelf kan maken, dien jij toe. Met andere woorden, je weet dat het gaat werken. Daar zit weinig risico aan. Je moet wel de clinical trials doen natuurlijk en die moeten wel positief uitlopen. Want clinical trials kunnen altijd verrassingen hebben. Maar eigenlijk is het een relatief laag risico manier van medicijnen ontwikkelen wat wij eigenlijk doen. Dus Pharming heeft nu eindelijk geld om inderdaad te investeren in de pipeline. De ziekte van pompen is het eerste nieuwe product wat we gaan ontwikkelen wat volgend jaar in klinisch onderzoek gaat. Het zijn kleine klinische onderzoeken, kunnen we eenvoudig financieren. Kunnen we zelf gaan vercommercialiseren. U gaat die Capital Markets Day niet gebruiken om nieuwe fondsen te werven? Nee. Deel van die core business is toch geld ophalen? Nee, dat is niet noodzakelijk, want we werken nu winsten, maar we hebben positieve cashflow. Dus dat ligt achter ons. Daar zijn we inderdaad uniek in, dus dat is wel even wennen. Dat is en staat ook, hoeveel geld staat er op de balans nu? 60 miljoen hadden we op het eerste kwartaal. Dat moet eerst verbrand worden, maar dat gaat niet gebeuren, 16 miljoen heb je in die branche natuurlijk. Er stond 38 miljoen op iets daarvoor, dus er komt wel terdege geld binnen. Dus dat is niet het probleem. We kunnen dus inderdaad investeren in dat nieuwe klinische onderzoek. Die klinische onderzoekingen zijn die zeldzame ziekte relatief kleine onderzoeken die goed te financieren zijn. Daardoor is het voor ons mogelijk om het inderdaad helemaal zelf te ontwikkelen en vervolgens zelf te financieren. En vervolgens het commercialiseren. Dat hoeven we allemaal niet meer te doen, want we hebben het apparaat al. De mensen hebben we al. U heeft eigenlijk een fantastisch bedrijf. Dus we hebben een fantastisch bedrijf. Waarom ligt die koers dan op 1,38 euro? Nou, daar ben ik heel tevreden mee, want het is natuurlijk een uitstekende waardering voor je bedrijf. Maar het kan altijd beter. En wat ik al aangaf, op basis van de verkoopresultaten is die koers niet zo slecht. Maar we krijgen totaal geen waardering voor het feit dat we nu een nieuwe pijplijn ontwikkelen zijn. Daar gaan we vanaf 21 juni al aan doen. De beste wapen tegen een overname is gewoon een hele hoge waardering. Dat is correct. Maar dat is altijd met biotech, er moet nieuws komen. En die aandelen altijd in nieuwsluwe periodes gaat het altijd wat minder. Ja. Dan komt er nieuws en dan begin je aan de volgende fase van je ontwikkeling van je bedrijf. Alleen het is natuurlijk hoogst onzeker als het ook inderdaad gaat lukken. Want ja, je weet nooit zeker als je goedkeuring krijgt van de toezichthouder. Nou, hoogst onzeker is als je inderdaad begint met een nieuw target geneesmiddel te ontwikkelen. Dan heb je inderdaad een hele laag percentage kans. Als je al een goedgekeurd medicijn hebt en je gaat een fase 2 onderzoek starten, dan is het nog wel onzeker. Maar het woord hoogst onzeker is denk ik ook niet helemaal op de juiste plaats. Ja, onzeker. Het is onzeker, natuurlijk. Ja. Maar dat is inderdaad de business. Dat is absoluut correct. En het duurt een tijdje. Dat is het andere punt. Biotech heeft gewoon de tijd nodig. En dat is natuurlijk ook altijd een moeilijk verhaal. Want tijd is natuurlijk tegenwoordig... Geld. Ja, geld. Ik merk dat u een bevlogen CEO bent. Dat is mooi. Maar ja, u wenst niet te worden overgenomen. Terwijl ik al schetste dat u voor een miljard, ik doe maar even natte vingerwerk, koop je dus een biotechbedrijf met een eigen werkend medicijn en een marktlicentie. Waarom, als u zo bang bent om overgenomen te worden, of dat liever niet wil, wat zijn uw alternatieven in de markt? Er is wel eens grappig opgemerkt van waarom gaat u niet samen met Galapagos? Maar overweegt u om te teamen met een ander bedrijf, een vorm van een fusie wellicht? Een van de voordelen natuurlijk als je zo lang onsuccesvol bent geweest, zo lang klein bent geweest en ineens groot wordt, dat het een tijdje duurt voordat mensen dat doorhebben, dat je inderdaad echt succesvol bent. Ja. Niet onderschatten, want die grote bedrijven gaan niet zo heel snel. Maar onze weg, de way forward, is natuurlijk om inderdaad waardering te krijgen voor onze pijplijn, waardoor de marktkapitalisatie verder toeneemt en de mensen zich 2 of 3 keer achter hun oren krabben om voorlopig een bod te doen inderdaad. En ik moet u ook zeggen, de overnamepremie die u daar schetst, hè, van 800 zoveel naar een miljard, in onze industrie liggen die premies doorgaans wel wat hoger. Dat is ook nog wel zo. Ja. Een hele kleine... Ik zou zelf nooit op de koopbord in mijn tuin zetten. Nee. Nee, dat moet je niet doen, want dan ben je al weg. Je moet ook gewoon zeggen van nee. Nee, maar wat het team bij Pharming wil graag doorwerken aan deze dingen. En het beste is
zoals Onno van der Stolp ook vertelt, het beste is om je bedrijf intact te houden op deze manier, om onafhankelijk te blijven. Ja. Maar je hebt er inderdaad, daar heeft u gewoon volledig terecht in, dat gaat voor Onno over mij hetzelfde. Daar hebben we op zich uiteindelijk niet zo heel veel controle over natuurlijk, dat is wel waar. Wat is uw hoogste doel? Wat wilt u bereiken op de 21ste? Dat wij inderdaad meer begrip krijgen, dat er inderdaad duidelijk wordt dat wij een mooie pijplijn hebben. En dat wij uiteindelijk dan zullen zien dat er toch wel meer appreciatie komt voor het feit dat wij inderdaad die pijplijnproducten hebben. En ook dat is niet van de ene op de andere dag gaat. Natuurlijk. Het gaat niet alsof op 22 juni daar ineens een enorme klap te verwachten valt. Daar wordt, zeg maar, dan op een gegeven moment komen er weer nieuwsberichten over wanneer die trials gestart zijn. En de volgende trial start en wat de resultaten zijn. Daar valt er een eentje tegen en dan moet er weer eentje opnieuw. En dan gaat het eigenlijk, gaat het zaakje hopelijk snel de goede kant op. En welke tijdsframe heeft u daarvoor? Nou, als je nou denkt dat we bijvoorbeeld begin volgend jaar in juni, volgend jaar in begin 2019... gaan we het klinisch onderzoek voor pompen starten. Ik denk dat dat een belangrijke trigger is. Maar ook zo'n onderzoek van pompen zal weer een jaartje duren. Dus op een gegeven moment, als je nu een horizon neemt van de rest van dit jaar en naar volgend jaar kijkt, dan zou je inderdaad, het aantal is overigens al omhoog gegaan sinds het begin van het jaar. Stonden we op 1,16 of zo, nu staan we op 1,38 denk ik. Als daar een rustige stijging tegenover staat, ben ik heel tevreden uiteraard. Albert, hoe zie jij dat aandeel? Nou, ik zie het wel zeer kansrijk. Alleen ook heel hoog risicovol, zoals het vaak is met biotech. En ja, we hebben net zeg maar, de voorlopige grafiek gezien met van hoe die resultaten zijn die dan 21 september, hè, waar dan een oordeel over gevormd moet worden. Nou, dat ziet er heel veelbelovend uit. Hè. Dat zou een markt van $700 miljoen openen. Dus ja, zeker kansrijk. Alleen met biotech moet je altijd rekening houden met onvoorziene gebeurtenissen. Maar kansrijk, absoluut. Okay. Heren, ik dank u voor dit gesprek. Tot zover. Wij zijn terug om 6:05. Wederom via dezelfde kanalen. Dan praten we onder andere met Siegfried Kok. Hij is van een van de oudste investeringsfondsen in Nederland van OBAM. Ooit verguisd. Is inmiddels 1 of 82 jaar oud, maar inmiddels is de weg omhoog weer gevonden. Wij praten dan onder andere over actief versus passief beleggen. Graag tot zo.